De Nunnetje Sjoelvereniging is op zoek naar nieuwe leden en een nieuwe locatie. Iedere dinsdag sjoelen 12 leden om de meeste punten. Lijkt het u leuk na het zien van dit filmpje? Kijk dan in de gemeentegids voor meer informatie. Dit is de tandembak, omdat dit eigenlijk net zo groot is als dat je twee normale bakken langs elkaar hebt. Ja. Dus wordt dat een tandembak genoemd. Onze Sjoelvereniging ENSV, afkorting van Eerste Nunnetje Sjoelvereniging, sjoelt elke dinsdagavond van 19:15 tot plusminus 22:30. We hebben momenteel 12 actieve leden en 1 steunend lid. En we zouden heel graag ons ledenbestand uit willen breiden, zodat we ook wat meer draagkracht hebben en misschien ook nog gezelliger wordt. Iedereen die wil, is van harte welkom. Dit is de variantbak. Dat zijn eigenlijk 2 gewone bakken naast elkaar, maar deze zijn vastgemaakt. Dus normaal, als je in elke vakje een steen hebt, heb je 20 punten. Als je hier in elk vak een steen hebt, heb je dus 40 punten. We hebben hier wel 2 schijven meer dan op een gewone bak. En je kunt hier, als je alles erin gooit, 160 halen. Dan hebben we ook nog de mini-variant. Ja, klopt. Hè? Dat is dus een kleinere voorwerp, kleinere sjoelbak. Waar we dus deze kleine steentjes hebben, wat ook vrij lastig gooien is. Die gooien we gewoon aan het begin van onze ronde of aan het einde. Als wij deze tussendoor zouden gooien, is dat niet zo handig, omdat je dan je ritme kwijt bent van het gewone gooien. Dus doen we die altijd voordat we aan de gewone 10 bakken beginnen of nadien. En we doen op 1 avond, gooien we 2 rondes van 10 bakken. We hebben dus alle 10 bakken hebben we dus 2 keer op een avond gehad. En dat gemiddelde wordt berekend over het heel seizoen. Elke week wordt dat gemiddelde aangepast of bekeken. En dan kijken we aan het einde van het seizoen wie het hoogste gemiddelde heeft. Momenteel zitten we hier in een school. Daar moeten wij er weg. We zijn nu op verschillende plaatsen zijn wij bezig om te proberen te komen. Momenteel zijn we bezig met klooster. Of dat lukt, dan moeten we nog even afwachten. En we hopen dadelijk een betere locatie te krijgen als dat we nu hebben. Want dit is een beetje lastig. We hebben een gedeelte van de bakken in de klas staan. En een paar bakken hier. En dat is niet zo prettig.